Sinds de laatste keer dat we hier stonden is er behoorlijk veel veranderd bij het bouwen van de nevelpantherverblijf. Het binnenverblijf is bijna helemaal klaar en ook de buitenfolières worden nu langzaam opgebouwd. Zoals je ziet komen hier twee grote folières voor de nevelpanthers te staan van elk ruim 300 vierkante meter. En in het midden zelfs 7 meter hoog. Dus het zijn behoorlijk grote verblijven voor deze diersoort. We bouwen ook twee verblijven omdat nevelpanthers van nature solitaire dieren zijn. Dus dat betekent dat de man en de vrouw apart leven en alleen in de paartijd bij elkaar komen. Dus wij gaan ook twee aparte verblijven bouwen zodat de dieren een eigen plekje hebben en alleen in het paarseizoen bij elkaar gezet kunnen worden. We proberen ook het natuurlijk leefgebied van de nevelpanthers zoveel mogelijk na te bootsen. Er staan er behoorlijk wat bomen die zijn blijven staan tijdens de bouw die zo direct in het verblijf komen. En daarnaast worden er ook nog heel veel groen en rotsen aangeplant om een heel natuurlijk biotoop voor de nevelpanthers te bouwen. Nou, inmiddels worden ook de netten van de volières geplaatst. Hier achter mij gaan we zo direct nog een schuilhut bouwen, vanuit de bezoekers de nevelpanthers met een beetje geluk van heel dichtbij achter glas kunnen bekijken. En als je dan iets naar links kijkt, komt hier zo direct een kabbelend beekje door het verblijf. Dat geeft natuurlijk drinkwater voor de nevelpanthers en is daarnaast natuurlijk een hele mooie verrijking voor de dieren en een mooie extraatje voor de bezoekers.